De jongerenorganisatie Genuine Giving Group heeft gistermiddag een debat gehouden over zelfdoding. Genuine Giving Group voert sociale projecten uit waarvan dit debat de eerste was. Xavier Biegman, lid van de Junior Chamber International Suriname, hield de aanwezigen voor dat er diverse factoren zijn die leiden tot zelfmoord. Veel van deze factoren zijn terug te vinden in onder andere sociale en psychologische problemen. Maar ook kwetsbaarheid en drempelfactoren kunnen een rol spelen, zegt Biegman. Het is niet makkelijk voor ons. Reden waarom? We staan blootgelegd tegen heel wat narigheden. We staan blootgelegd tegen negativisme. En ik wil bijna zeggen dat wij meer kans hebben om te grijpen naar het negatieve dan het positieve. Dan bijvoorbeeld je moeder toen ze nog tiener was. Of je oudere zus toen ze nog tiener was. En het is bewezen dat jongeren, er zijn ook een heleboel resultaten, onderzoeksresultaten, dat we kampen met depressie. De voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, Kelvin Konicki, haalde aan dat depressie ook een reden tot zelfmoord is. Hij vroeg de jongeren om positief te blijven denken. En daarom zeg ik altijd dat het is belangrijk om rein te zijn in gedachten en daden. Omdat wij mensen worden wat we denken. Als jij denkt dat je bijvoorbeeld van het jaar niet overgaat, of niet naar de volgende klas gaat of slaagt, is de kans groot dat je inderdaad niet slaagt. Wanneer je bijvoorbeeld zelfmoord zou plegen, dan is Asandi Skiri. Het is je mind die je body controlt. Het is niet je body die je mind controlt. Snap je dat? En daarom is het belangrijk om hierboven te vullen met positieve gedachten. Wanneer je positief hierbovenop functioneert, positief handelen. Maar op het moment dat je negatief hier functioneert, zal je negatief handelen. Of misschien moet ik zeggen, de kans dat je negatief handelt, is groot. Dat was dus Kelvin Konicki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement. Hij sprak gisteren bij het debat van de jongerenorganisatie Genuine Giving Group in de Witte Lotus.